Goedemiddag allemaal, ik heb een kringloopjoeplog en die is best wel groot, dus ik ga er even snel doorheen. Oké, daar gaat hij. Een bareetje. Voor de winter. Lekker. Nu niet. Een mooie ketting. Een mooie rok. Alle prijzen in ieder geval. Ik heb de bon niet meer. Dus ik durf het echt niet meer te zeggen. Beetje cliché-achtig. Vond ik wel mooi. Nou, zakdoeken genoeg nu. Voor de boeren. Ja. Heel grappig detail. Diamant. Glas. Vond ik gewoon leuk. Ik geloof dat ze een euro waren of zo. Ik durf het niet te zeggen. Ik was geloof ik iets van 10 of 20 euro voor alles kwijt. Deze. En dan hoort er bij deze. En dan hoort er nog bij deze. Een mooie riem. De prijs staat er niet op. Dus, die heb ik gekocht. Een vervolgende diamond painting. Deze plaatje. Deze. Zo gaaf. Ja. Nostalgie. Deze. Hele goede vriendin die ook gek is op spelletjes, dus ga ik wel eens op visite. Nou jongens, hou je even schrap, want hier komen de boeken. Nigella. De Sprookjes Grimm, geïllustreerd door Anton Pieck. Nog eentje van Nigella. Ja. Anton Pieck, zijn leven, zijn werk. Christy. Deze zit erin. Dus ik heb weer wat leeswerk. Ja, dit vond ik zo leuk. De Nederlandse spreekwoorden, spreuken en gezichtwijzen. Ik vond het wel wat. En ja, soms is kind zijn ook nog eens leuk.
het huisje, het poelhoekje. Nou, ik ben helemaal weg van Winnie de Poel. En weer Agatha Christie. De nieuwe avontuur van Sherlock Holmes. Dat is zo'n schattig boekje. Ik zit even op de grond. Het wordt een beetje zwaar aan mijn schoot. Nog een Agatha Christie. Ja jongens, ik heb wat te lezen. Deze is zo. Charles Dickens en de Christmas vertelling. Deze durf te dromen. En deze. En dit is nostalgie voor me. Ik moest hem hebben. En die was 3,99. Dus de BBC-uitvoering. Hij hoort de Zen White Lotus Bath Tablet. Hallo. White Lotus. Shower gel. De White Lotus Rice Shower Scrub. Maar het ging eigenlijk hierom. De body mist. Niet. Als ik het weet, zou ik proberen eronder te zetten. Ik zou mijn best doen. Ik ga proberen mijn best te doen in ieder geval. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje hoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En een...